Goed, militaire dienst is gedaan. Tijd van afzwaaien. Ge verlaat uw vrienden. Dus dat is al zo'n eerste kraakje dat men krijgt, want je hebt een vriendenkring opgebouwd. En dat is een zeer sterke vriendenband, dat kan ik verzekeren. Maar een legerdienst is natuurlijk voor iedere jonge gast niet zo aangenaam, want één, je moet van huis weg, tenzij je dat graag wil, maar je moet van huis weg. Je weet ook dat je voor een hele lange tijd niet naar huis mag komen, dat je soms 2 of 3 maanden weg bent van huis. Ik kan gerust zeggen dat ik een aangename legerdienst gehad heb. Daar eerlijk in bekend. Ik had een aangename kamer en moesten ze mij de dag van vandaag zeggen: kijk, je moet nog eens 14 dagen samen met diezelfde kamer terug naar Weiden of zo. Ik zou het doen, omdat het een aangenaam gezelschap geweest is. Ik heb daar een heel goede souvenir aan. Wat heb ik ook, hij heeft een grote indruk op mij gemaakt. Dat is dat er niet veel hoeft te gebeuren of een mens is zijn zo bezongen grote vrijheid kwijt. En dat is bijzonder leerzaam aan de legerdienst. Er hoeft niet veel te gebeuren of het is gedaan met ons zelfbeschikkingsrecht. En ik hoor het de jonge mensen allemaal graag zeggen: oh ja, ik ga sabbatjaar doen en wie gaat mij tegenhouden als ik dit of dat en de wereld ligt aan mijn voet. En dat is, we take it for granted. Wij vinden dit allemaal vanzelfsprekend. Andere bedenking, heeft het zin gehad dat wij dus als jonge mannen daarin tot diep in Duitsland in een bepaalde sector deel hebben uitgemaakt van de NATO om tussen aanhalingstekens de Rus tegen te houden. Na de Tweede Wereldoorlog werd Duitsland dan toch verdeeld. En ja, wij gingen in NATO-verband ons opstellen tegen dat Warschau-pact. Heeft dat zin gehad? Als je denkt, ja, op wat amateuristische manier is dat allemaal verlopen en wat deden wij daar, schoenen blinken, want anders dan werden gestraft. Heeft dat zin gehad? Heeft dat de rust tegengehouden? Op het einde van de rit kun je zeggen, ja, maar stel je nu voor, als we de inspanning, tussen aanhalingstekens, niet hadden gedaan, hoe had de geschiedenis na de Tweede Wereldoorlog dan geschreven geweest? Maar in alle eerlijkheid moet ik er wel aan toevoegen, ik werkte al toen bij de politie. Ik heb mijn dienst, dus ik heb mijn werk onderbroken om mijn dienst te doen. Maar dan is het tijd- en geldverlies. Dan, als ik zie wat ik heb moeten doen, poetsvrouwen gaan afhalen en terugbrengen, de post gaan afhalen en terugbrengen, koffie maken en dan wachten op een of ander bevel van een administratieve aard. Ja, moet je daarvoor 8 maanden in Duitsland gaan zitten? Ja. Dus ik kan beamen dat ik zelf en mensen van mijn peloton, als wij bloed zien, dan zijn wij daar niet meer bij. Bloed, nee. Dat betekent iets voor ons, dat moet gestelpt worden en zo verder en zo verder. Er moet daar gevolg aan gegeven worden. Dus we hebben iets geleerd. We zijn er tegen ons goesting naartoe gegaan. We zijn er in feite een klein beetje tegen ons goesting uitgegaan. Oh ja, dat was heel positief. Het was maar 21 maanden, maar het was lang genoeg. Ik kreeg ondertussen die commandoopleiding kunnen meemaken. Dat was ook klimmen en dalen. He. En dat was gebruikbaar voor een beroep als elder. Op de ladders, aan de de ladder aan de dag houden lang. Dat was allemaal een gewoonte om van kwart gewend van te klimmen. Dat was allemaal positief en bruikbaar voor later. Als je doet wat van u gevraagd is, als je de hiërarchie respecteert, krijg je geen miserie.